Hey allemaal, welkom bij mijn nieuwe video voor de weg naar mijn doelen. De laatste is alweer volgens mij een week of 5, 6 geleden dat ik de laatste video maakte. Maar vorige maand heb ik de 18 kilometer uiteindelijk behaald, gelukkig. En het was een hele mooie loop voor een heel goed doel. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dus 2 van de 3 doelen die heb ik inmiddels behaald. Het ene doel kon jammer nog niet, want Erwin is jammer nog geblesseerd geraakt aan zijn schouder. Waardoor we de Strong Viking jammer nog moesten uitstellen naar volgend jaar. Maar het derde doel wat daarna kwam, die heb ik behaald, 18 kilometer voor het goede doel. En nu is het tijd voor mijn einddoel, daar ben ik nu mee bezig. En de afgelopen week heb ik al keihard getraind. Afgelopen week begon ik met een 7 kilometer. En die 7 kilometer haalde ik onder de tijd die uiteindelijk nodig is straks voor de marathon. Dus dat is in ieder geval al fantastisch. En op die weg wil ik straks weer verder gaan. Nou, vandaag ook weer keihard getraind bij personal trainer Franklin. En hij heeft me even goed onder handen genomen. En dat is ook helemaal fantastisch. En ik hoop ook dat ik met deze video's onder andere ook jullie of jou of iemand die zit te kijken kan motiveren. Om ook lekker of in beweging te komen of iets op te pakken waarvan je denkt, hey, dat heb ik al een tijd niet gedaan. En twijfel. En dan zou ik zeggen, ga het gewoon doen. En ik ben natuurlijk nu bezig voor mijn einddoel. En dat is 14 april, de hele marathon in Rotterdam. En dan laat ik hopen dat ik hem dan mag halen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat helemaal goed komen. En heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. En ik zal zeggen, heb jij een doel? Of weet je nog niet hoe je moet beginnen? Dan zou ik zeggen, ja, begin. Het is heel lastig. Het opstarten is heel lastig. Ik merkte het aan mezelf ook. Een paar weken geleden was ik echt even ziek geworden, een paar dagen. Echt een aardig heftige griep te pakken gehad. Waardoor ik even verzwakt was. Ik kon even niks meer eten, niks drinken. Voor een dag of 2. Anderhalve dag, 2 dagen. Maar daarna dan was het weer opstarten. En je merkt gewoon dat je dan een beetje verzwakt bent. Nou, dat is gelukkig alweer voorbij een paar weken geleden. En bijna een maand geleden. Maar, en inmiddels ben ik gewoon weer lekker bezig. En daarom hoop ik dat jullie dat ook gewoon gaan doen. Dus heb jij een doel en weet je niet waar te beginnen, dan is het gewoon, ja, begin alsjeblieft. En wie weet wordt het dan langzaam steeds beter en raak je ook steeds gemotiveerder. Er zijn heel veel mensen die hebben moeite met de motivatie te zoeken. Maar als je voor jezelf in je hoofd denkt van, hé, hier wil ik voor gaan. Ga er dan ook voor en start ook. En dan komt dat helemaal goed. 14 april, zoals ik al zei, dan is de marathon. En ik ben me dan gewoon volledig op aan het focussen. Nu zonder goede doelen of wat dan ook erachter. Maar nu gewoon lekker voor mezelf full focus op de marathon die dan gaat komen in 3 uur en 22 minuten. Dat is het doel. Voor mij heb ik hem iets scherper bijgesteld dan 3 uur en 20 minuten. Dus daar gaan we nu naar werken. Vandaag aardige bokstraining gehad. Gisteren gebokst. Woensdag dan die 7 kilometer gedaan. En zo pak ik lekker de training op. En hoop ik steeds fitter te worden. Ook de suikers en de vetten, dat is al wat minder wat ik tot me neem. Dus daar ben ik ook ontzettend trots op. Omdat in ieder geval ook, dat is voor mij nog het meest lastige eigenlijk. Het eten en drinken. Qua het beter eten en gezonder drinken en gezonder leven. Dat is wat lastig. Qua sport is minder lastig dan dat andere. Maar het gaat mij op dit moment redelijk goed af. Dus ik hoop jullie daar ook mee te stimuleren en te helpen. En wie weet hoop ik jullie dat ik jullie kan helpen. En misschien dat jullie straks zeggen ook van, hé, je video's hebben geholpen en het heeft gemotiveerd en ik ben nu ook opgestart. Of misschien ook niet. Dat kan ook. Maar wie weet wel. Dit was mijn video voor deze keer voor mijn doelen. Tot de volgende. En wie weet heb ik straks wel verhalen van anderen die zeggen, hé, ik ben ook eindelijk opgestart. Ik zou zeggen, tot de volgende!